zijn vandaag bij de wildopvang in Krommenie en voor mij staat Nina. En die gaat ons iets vertellen over een evenement wat hier staat te gebeuren. Ja, dankjewel, welkom bij de wildopvang. Jullie kennen ons waarschijnlijk beter als Vogelopvangcentrum Zaanstreek, maar wij zijn sinds vorig jaar gelieerd aan de dierenbescherming, waardoor wij nu de wildopvang in Krommenie heten. En wij organiseren aanstaande zaterdag 28 september van 12 tot 4 een open dag. En op die dag kan je kijken hoe het hier achter de schermen werkt. Je kan bijvoorbeeld onze zwanen en eenden zien die op een moment in onze vijverfouillère zitten. En ja, kom gezellig langs. Kijk of je je aan kan melden als vrijwilliger. We hebben ook een springkussen. Je kan je laten sminken. Zeker voor kinderen wordt het een fantastische dag. En ik hoop je dan te zien. Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik dat hartstikke leuk vind. En ook voor de dieren om te helpen. En dat het weer goed met ze komt. En ze komen ook weer terug in de natuur. En het is voor hun ook heel erg fijn. Want dat ze even goede verzorgingen krijgen. We willen ook wel graag bij de wildopvang in Krommenie dat er wat meer collega's komen. Want dan stellen we erg van prijs. Als je interesse hebt in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of je kan ons komen helpen, dan kan je een mailtje sturen naar wildopvangkrommenie@dierenbescherming.nl. Of je kan ons bereiken op 088-811-3460. En onze website kan je vinden via dierenbescherming.nl. Daar staat een link naar ons.